Amsterdam had Rembrandt, Delft Johannes Vermeer. Maar aan het eind van de 16e en het begin van de 17e eeuw moest je in Middelburg zijn voor de beste kunstenaars van de noordelijke Nederlanden. Waaronder de in Middelburg geboren schilder François Rijkhals. Hier staan we bij een van Rijkhals' grootste werken. En het is ook meteen een bijzonder werk, omdat het het vroegst gekende werk is van Rijkhals op doek. Dus normaal was het eigenlijk een paneelschilder, zeg maar. We hebben hier te maken met een bijbelsthema, dus Jacob die de kudde van Laban hoedt. Maar die zit in een Italiaans landschap met dan op de achtergrond dan nog referenties naar Zeeland. En die referenties zijn de kerktorens van enkele Zeeuwse dorpen, zoals Oostkapellen, Domburg zit erbij, Meliskerke en Veren. Er waren aan het begin van de 17e eeuw veel schilders en schrijvers actief in Middelburgse kringen. Een van hen was dus François Rijkhals. Stillevens en het boerenleven in de directe omgeving van zijn stad waren een geliefd onderwerp. Dit is een typisch voorbeeld van een stilleven dat plaats heeft in een schuur of in een stal. Je ziet, die omgeving is vrij in het duister gehouden om mooi die rijkdom van allerlei groenten en vaatwerk uit het dagelijks leven weer te geven. En waar het Rijkhals om te doen was, is juist die diversiteit in structuren, in oppervlakte. Omdat hij dan heel mooi kon aantonen hoe goed hij was in het weergaven van materialen of in het weergaven van licht. Waarom die rijkdom? Ja, misschien kan je het zien als een knipoog naar Rijkhals' eigen naam. Dus we weten dat hij op zijn gevel aan het huis op de Dam in Middelburg, dat hij op de gevel had staan met Christo in Rijk in Al. Dus Rijk in Alles. En dat is dan weer een verwijzing naar zijn naam. En hier heb je ook duidelijk, het gaat om rijkdom, diversiteit en zo meer. Rijkhals woonde een groot deel van zijn leven in dit fraaie pand op de Dam. Ruim een eeuw eerder verbleef lange tijd de beroemde schilder Jan Gossaert in Middelburg. Hij leerde het vak in Antwerpen en verbleef enige tijd in Italië en bracht zo de renaissance-stijl naar Nederland. Hij wordt beschouwd als de eerste Nederlandse kunstenaar die klassiek geïnspireerde mythologische taferelen met naakte figuren schilderde. Revolutionair was zijn werk Neptunus en Amphirite uit 1516 om de fijnzinnige weergave van de lichamen. Maar hij maakte ook een destijds beroemd, maar later bij een brand verloren gegaan altaarstuk voor de Abdijkerk in Middelburg. En hij was betrokken bij de verbouwing van het kasteel van West-Soeburg tot het eerste renaissancepaleis van Nederland. Maar de meest gelauwerde kunstenaar uit Middelburg was Adriaan van de Venne. Geboren in Delft, maar aan het begin van de 17e eeuw ruim 20 jaar woonachtig in Middelburg. Hij was op dat moment een van de beste en belangrijkste schilders van Nederland. Je moet Adriaan van de Venne denk ik zien als een soort van speelfiguur tussen de periode van Pieter Bruegel de Oude, die iedereen wel kent van de boerentaferelen of mensen met sterke karakterkoppen. En eigenlijk neemt hij in zijn eigen werk die satire heel sterk over, die je dan achteraf weer terugkrijgt bij Jan Steen. Dus zo is hij eigenlijk een soort tussenfiguur in een belangrijke traditie. Een van zijn bekendste werken hangt in het Rijksmuseum in Amsterdam, maar werd wel in Middelburg geschilderd, de Zielenvisserij. Hierop zien we aan één kant de protestanten en aan de andere kant de katholieken. Allebei proberen ze zieltjes uit het water te winnen. Ook schilderde hij in 1615 het vertrek van een hoogwaardigheidsbekleder uit Middelburg. Waarop we prachtig de 17e-eeuwse skyline van de Zeeuwse hoofdstad zien. Adriaan dreef met zijn broer Jan, een dichter, ook nog een winkel in Middelburg, waar je schilderijen, prenten en boeken kon kopen. Het was het middelpunt van het Zeeuwse culturele leven. De broers brachten ook een poëziebloemlezing uit, Zeeuwse Nachtegaal, een uiting van de Zeeuwse regionale trots. Nu, Zeeland blijft verhoogd. Omdat men die vertoogt, wat dat gij nu en dan laat zien aan uw geburen, buitenlien, die roemen en noemen en doen verhaal en roepen nachtegaal.
In deze dichtbundel werd natuurlijk ook de belangrijkste Zeeuwse dichter Jacob Cats opgenomen. Op dat moment ook pensionaris van Middelburg. Hoewel schilders als Rembrandt en Vermeer hun voorgangers iets later zowel in kwaliteit als roem overtroffen, was Middelburg in de 16e en begin 17e eeuw het kunstcentrum van ons land. Met François Rijkhals, geboren Middelburger, als de personificatie van deze bloeiperiode.